zie dat we in beeld zijn. Camera klaar. Hartelijk welkom bij de nabeschouwing van FC Volendam tegen PSV. Er waren 5.333 toeschouwers en ik geef graag het woord aan onze gast van vanmiddag, Dwight Lodewegers. Volendam gezien tegen Willem II. We hebben eerder ook wat beelden gezien tegen Ajax in de weken. Heerlijk fris ploegje die gewoon gezegd heeft, we gaan ervoor strijden. Vaak bang speelt, durft, één op één gaat zoeken. Met een heel groot hart speelt, geweldig gewonnen tegen Willem II. Ik zat voor de tv en ik zat zelfs voor de pep, dat was wel hartstikke mooi. Dan weet je gewoon, als je hier komt, dat je gewoon moeilijker krijgt. Wat er ook gebeurt, ze gaan met veel mensen naar voren, ze gaan de strijd aan, spelen met een heel groot hart. Ja, dan moet je toch al voorbereid zijn. Nou, dat kun je niet altijd. Daardoor kwam er dus ook een hele knosgekke wedstrijd tot stand. Waarin wij er misschien nog wel 3 of 4 in kunnen leggen, waarin we ook nog 3 of 4 in kunnen leggen. En uiteindelijk met als eindresultaat 5-3. Door hun manier van spelen weet je ook dat je ruimtes gaat krijgen. Ze vallen aan, ze nemen risico's, krijgen toch veel mensen in de 16 bij de tegenstander. En op het moment dat PSV dan een bal wint, dan weet je ook dat als je het goed uitvoert, dat je gewoon toch veel in de counter komt zitten. Veel mogelijkheden creëren. Nou, dat gebeurde ook. Soms niet altijd goed uitgevoerd. De ruimtes kregen we wel. Ik vind toch de taken niet altijd even goed uitgevoerd. Ik vond ons een beetje slordig. Ik vond dat we dingen, de manier van verdedigen ten aanzien van de Graafschap en Den Haag, vond ik niet altijd even goed deden. Al met al wel tevreden. We hebben in de uitwedstrijd 5 keer gescoord. Daar hebben we het over. Daar hebben we ook 3 tegen gekregen. Wel 3 punten erbij. Voor mij is het de tentamens geslaagd. De examens beginnen volgende week met een pakket wedstrijden van AZ, Groningen, Heerenveen. Dat was het. Dank u wel. Onze eigen trainer Frans Adelaar. Ja, wij wilden ons niet ingraven vandaag. En hebben er inderdaad voor gekozen om door te sluiten en druk te zetten waar mogelijk. En dat is met de kwaliteit van Toivonen, Afellay, Amrabat, Djudjak tegen je, is dat risicovol. Kom je dan snel door een vrije trap op achterstand en dan daarmee wordt PSV in de kaart gespeeld. PSV speelt heel gesloten en schakelt razendsnel op. En dan is het een behoorlijke domper op het moment dat je door een statische situatie op 2-0 achterstand komt. Ja, ik denk dat het voor iedereen slikker was. De manier waarop wij als ploeg terugkwamen, de overgave die duidelijk was bij de spelers, die was veelzeggend. Een hele grote veerkracht. En voor rust weet je het al glad te trekken. En dan krijg je een situatie waarin Afellay, ik denk rondom de middellijn, misschien wel eerder ten val gebracht had moeten worden. Dan is de kwaliteit van Afellay om op snelheid toch door te gaan. En uiteindelijk wordt het dan net voor rust 3-2. We kwamen weer vol goede moed uit de kleedkamer. En wederom veel druk naar voren. En is het jammer als je doordat je de verdediger niet goed uitziet, dat je dan eigenlijk een vierde goal weggeeft, gevolgd door een rode kaart van Toivonen. En daarmee zat de wedstrijd behoorlijk in het slot. PSV ging nog verder terug uitspelen, nog gegroepeerder en kwamen er met heel veel snelheid kwamen ze eruit. Waarbij wij heel naïef vaak met te veel mensen voor de bal speelden. En in die fase moet je gewoon van geluk spreken dat PSV het niet goed uitspelde. Dan tegen 10 man probeer je daar met een extra spits, probeer je daar nog meer voorin te bereiken. Maar dat was van korte duur. En toen werd het de wedstrijd van 10 tegen 10. Toen hebben we nog geprobeerd met Bakens om daar heel opportunistisch nog wat te veranderen. Maar de PSV loste dat heel goed op en geholpen door de grensrechter, want
vanuit onze positie was het overduidelijk buitenspel. Maar voor de grens het blijkbaar niet. Met het 5-2. En zelfs toen gaven we de moed niet op. Want toen bleven we nog strijden voor de volgende treffer. We staan met lege handen. Ik moet de ploeg een groot compliment maken voor de manier waarop ze het voetbal gespeeld hebben. Voor de manier waarop ze inderdaad met een heel groot hart gestreden hebben. En de veerkracht getoond hebben. Maar helaas heeft het niet tot punten geleid. Dankjewel. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er nou nog vragen zijn. Dwight, maak jij je zorgen over het examen? Omdat je dat zonder toyboarden moet gaan doen? Nee. Als ik zie hoe die jongens in de wissels erbij staan op dit moment, moet ik alle vertrouwen in. Prachtige, positieve koppen. Maar dat betekent wel dat Ola natuurlijk gewoon een heel goede voetballer is. Zijn Danko en Danny zijn ook goede voetballers. Dus ik maak me daar geen zorgen om. Ik had liever Ola er natuurlijk bij gehad, want dan had je je groep compleet gehad. En als dat niet zo blijkt te zijn, ja, dan moet het op een andere manier doen. Dan moeten we zien hoe sterker we zijn als team zijn. Jack Duip zei net, ik heb mijn ploeg benaderd. Vind je dat Toy Bonner ook gedaan heeft? Was een rare plaats voor zo'n overtreding? Ja, ik heb het net drie keer in slow motion gezien op de beelden daar. Nou, ik moet zeggen dat ik echt denk dat de scheidsrechters zijn, die geven er niks voor. Er zijn scheidsrechters die er rood voor geven. En er zijn er ook die geel voor geven. En ik moet eerlijk zeggen, het is me net hoe je ernaar kijkt. Ik heb het idee dat het niet expres was. En ik heb het drie keer echt in slow motion gezien. Maar ja, ik weet het niet. Hij is niet benaderd, ik denk, ja. Dat Toy ons benaderd heeft? Ja. Nee. Gewoon, hij zei gelijk na afloop sorry. En, met zijn hoofd tussen zijn knieën. Die baalt daar natuurlijk van. Dat was logisch. Andere vragen? Dan dank ik u voor uw aanwezigheid. En wie? Nee, ik wil eigenlijk vragen aan Dwight nog. Die twee eerste goals van Volendam, die beide uit een vrije trap eigenlijk komen. Die bal over bal op de bal, is dat? Ja, ik denk volgens mij de eerste goal, er zijn er zoveel gevallen, ik moet even teruggaan. Eerst was mezelf. Ja, toen zat Dirk, die moest op laatste moment nog kiezen geloof ik. Toen kwam hij naar achter toe, maar we kwamen nog een man tekort daar. Ja, dan kun je ook afvragen, moet Andreas komen, ja of nee, maar ik moet dat echt weer op beelden zien voordat ik überhaupt met mijn schoenen mijn vingeren. Nee, maar Toyboy maakt volgens mij vlak voor de rust en heel duidelijk dat hij eigenlijk niemand mee wilde terugzakken bij dat soort situaties. Nou, dat hij eigenlijk wel, dat wel, maar dat hij dus, hij wou de dekking anders hebben als dat kon. Oh. En bijvoorbeeld, noem maar wat, Tim erop of iemand anders erop. Op basis. Nou, omdat ik denk, maar dan moet ik hem even nog navragen, omdat ik denk dat hij voelde dat hij hem dus niet helemaal de baas kon. Dus kunnen we dat niet omdraaien. Het ging niet om dat hij dus niet meer terug wil. Ola die loopt terug naar heel Eindhoven als hij nog komt. Daar ging het. Dat was het. Dan wens ik de mensen van Eindhoven een hele plezierige terugreis. En wie werken moet deze week werken. En tot volgend jaar in dit theater.